Maart begon te koud en er viel een klein beetje sneeuw. Maar overlast gaf het niet. De laatste coronamaatregelen werden versoepeld. Er bleef nog slechts een advies over om vooral voorzichtig te zijn. De gang naar de stembus leverde een verrassende winnaar, BBB. In Den Haag kwam de landelijke politiek tot een crisisberaad. En dit was wat er in Almelo gebeurde. Musicalvereniging Servus bracht de musical Creusa. Dit is de generale repetitie. Dan moet het eigenlijk goed gaan. En ze zeggen wel eens, een slechte generale is een goede uitvoering. Nou, daar gaan wij niet op af. Dus ik heb een goede hoop dat het vanavond helemaal goed gaat. Zodat we morgen kunnen gaan vlammen. En zondag uiteraard. En hoe is het met de kaartverkoop? Ja, we zijn uitverkocht. 2 keer over. Daar zijn we heel erg blij mee. En dat was eigenlijk al een paar weken geleden. Dus de mensen hebben weer zin om naar het theater te gaan. Na de hele corona perikelen. En dat doet ons deugd. De nieuwe pluktuin in de Schelfhorst naderde zijn voltooiing. Voor muziektheaterspektakel De Lomo werden audities gehouden. Hoeveel auditanten zijn er dit weekend die jij onder handen krijgt? Ik denk in totaal misschien wel 100, 150. Het zijn er een hoop, 2 dagen lang. Dus heel veel gezichten, heel veel mensen. Ja, heel leuk. Wat is het belangrijkste wat jullie naar voren willen laten komen in dat hele spektakel? Dat het niet zo belangrijk is waar je vandaan komt, maar waar je thuis voelt. En de tukkers zijn erin geslaagd om Lomo hier zich thuis te laten voelen. En dat is in deze tijden van polarisatie en migranten die niet binnen mogen komen, vind ik dat een hele belangrijke boodschap van de voorstelling. Wethouder van Mierlo legde uit wat de regionale energiestrategie in gaat houden. Ja, de RES 1.0 die we nu hebben en de RES 2.0 waar we aan gaan werken, die beschrijft wat in de regio, dus de regio Twente in ons geval, de ambitie is voor de hoeveelheid op te wekken duurzame energie. Belangrijke vraagstukken waar we met elkaar de komende weken, maanden echt voor staan, is ook de verhouding tussen zonne-energie en windenergie. En dat kan in sommige gemeenten best nog wel voor wat uitdagingen gaan zorgen. Omdat de balans op dit moment niet die 40-60 is, maar eerder andersom. Dus dat vergt uitdaging ook aan de kant van de gemeenten om daar bewegingen op te gaan maken. Kortom, wordt vervolgd. Absoluut. Hier zijn we voorlopig nog wel met elkaar over in gesprek. Er mocht gestemd worden voor de Provinciale Staten en het Waterschap. Avisi deed verslag. Vindt u het belangrijk dat u mag stemmen? Ja, zeker. Heel belangrijk. Ik hoop dat er een grote opkomst is dit jaar en altijd. Uitermate belangrijk. Ja, het is je democratisch recht. Het is de enige manier waarop je je stem kunt laten horen. Dus heel belangrijk. We staan bij het stadhuis. Kun je ons vertellen wat jullie aan het doen? Ja, wij zijn de stemmen aan het tellen van gisteren die uit zijn gebracht bij alle stembureaus. Er is een enorme opkomst geweest. We hebben 52% gehad in Almelo. Dus ja, wij verwachten eigenlijk vandaag wel dat we gaan uitlopen. We hebben hier op de 3e verdieping in het stadhuis 6 telbureaus gemaakt. Ja, we hebben een beetje ervaring door corona dat we dit vaker hebben gedaan. Omdat we op de dag van woensdags telden we de stemmen van de maandag en de dinsdag. Maar ja, het is toch een uitdaging. Gisteren was de opkomst zo hoog. Ja, wij verwachten wel dat we wat gaan uitlopen. Zeezetels, water natuurlijk. Ten opzichte van 6 in 2019. Jo, precies. Dat was de reactie.
Nou, een overwinning was na gisteren niet meer een verrassing, maar de mate van de overwinning was overweldigend, net als gisteren. Ja, dat hadden we niet, dit hadden we niet verwacht. Dit is veel meer dan dat we hadden voorzien. Ja, daar kan ik duidelijk over zijn. Nou ja, wij vinden dat het heel belangrijk is dat het bestuur regelmatig op werkbezoek gaat. Dus de ambassadeurs hebben gezamenlijk voor alle nieuwe bestuursleden een paar blauwe laarzen beschikbaar gesteld. Die mogen ze op maat komen uitzoeken, zodat we met z'n allen uniform het veld in kunnen. Had u die verwacht? Ja, tuurlijk. Ja. Caroline die timmert wel aan de weg en heeft ook veel steun gehad in de media en doet het gewoon goed volgens mij. En ze is een hele erg sterke tegenhanger van het CDA en dat hebben we in Twente met name gemerkt natuurlijk. BBB wil ook goede waterkwaliteit. Water natuurlijk, ze heeft zich ook al die jaren ingezet voor echt schoon water. Andere partijen die strijden hier ook voor, dus het is vooral kijken van waar kunnen we elkaar zo meteen vinden en hoe kunnen we het beste die uitdaging van dit waterschap aanpakken. De gemeente Almelo geeft gratis advies om woningen te verduurzamen. Wij hebben ons aangekondigd met een folder en we bellen overal aan om mensen aan te bieden dat we met hun meedenken met het verduurzamen van een woning. En daarmee krijgen mensen een plan voor hun woning en weten ze wat voor subsidies er van toepassing zijn en eventueel leningen. En daarmee kunnen ze aan de slag. In Nederland heb je natuurlijk heel veel projecten waar ze de woningen verduurzamen. Alleen wij pakken het op met het sociale aspect van de wijkregisseur. En dat is wel uniek, denk ik. Tijdens de Nationale Opschoondag kon iedereen materiaal ophalen om Almelo weer een stukje schoner te maken. Nou ja, we hebben een bericht gekregen via Facebook en via Twente Milieu. Dus ik denk, nou, en bij ons in het bos eindigen we ons dood aan het zwerfvuil. Ik denk, nou, daar moeten ze een stokje ophalen en dan kunnen we meedoen. Ik heb zelfs een kleine grijper gekregen voor de kleinkinderen. Dus het komt helemaal goed. Jong geleerd, oud gedaan. Dat is het wel, hè. Als ze weten papier niet op straat gooien, dan doen ze het in de zak of het wordt aan oma gegeven. Maar dan leren ze het van jongs af aan. Hartelijk welkom bij de 100ste aflevering van De Blauwe Barometer. Het radioprogramma van AFM over de stand van de stad. AFM radioprogramma De Blauwe Barometer vierde zijn 100ste uitzending. Ik ben vrijwilliger geworden bij Avisie eind 2017. En toen liep ik eigenlijk al rond met de gedachte om een radioprogramma te presenteren. Maar het is pas in 2019 concreet geworden om te beginnen met De Blauwe Barometer. We willen sowieso de 250 volmaken. Okay. En het leuke is, Almelo zit vol met vriendelijke, aardige, interessante gasten. En of ze nou burgemeester zijn of wethouder of toiletjuffrouw, wij maken althans geen enkel onderscheid. Okay. Straatpraat wilde weten of wat u betreft de zomertijd afgeschaft mag worden. Goh, dat is een tijd lang geleden dat ik daarover na heb gedacht. Het is wel altijd even wennen. En ik heb me wel eens afgevraagd of het echt nodig is. Moeders met kleine babytjes, die hebben er last van. Tijdverschil. Dus... verder? Ja. Nou ja, ik heb eigenlijk gezegd, ik vind het maar flauwekul, hoeft niet. Nee, voor mij hoeft het niet. De winterthema gaat geschaft worden. De winterthema gaat geschaft worden. Ja, ja. Oh, dus je wilt dan altijd de zomertijd altijd hebben? Altijd zomer hebben. Ja, zo kun je het ook bekijken. Ja, ja. Door de nieuwe wetgeving dreigt het hertenkamp in de Aalderingshoek te verdwijnen. Voorzitter Ernst Kok legt uit waarom dit niet mag gebeuren. Dit hertenkamp hier in de Aalderingshoek is zo functioneel. Belangrijk voor de buurt, de mensen die hier elke dag komen om de beesten te verzorgen. Het is gewoon elke dag is het eigenlijk iets levendigs. En een levende haven in een woonwijk, mooier kun je toch niet bedenken. We hebben eigenlijk wel goede hoop, want ik heb het idee dat als je het ziet, de publiciteit rondom het verhaal, de verhalen rondom het sluiten van de hertenkampen, een Joep van het Hek die daarover schrijft. Overal is weer publiciteit geweest over het feit dat dit eigenlijk niet kon. Want de kinderen, de hertjes in de buurt laten meemaken. Mooier kun je het niet maken. Het bevrijdingsmonument is verhuisd naar het busstation. Ja, ik denk dat dit monument nou op de mooiste plek staat die het ooit heeft gehad.
Het is de entree van de stad, er rijden straks bussen omheen, heel veel mensen gaan het zien. Het wordt geflankeerd door mooie oude panden, de oude rechtbank. Dus ik denk dat dit een super plek is voor het monument en ik hoop dat het hier voor altijd blijft staan.